jullie winnen met 6-2 van Wilsum. Bij rust is het 1-1. In de tweede helft gaan jullie er hard overheen. Wat was het verschil tussen de eerste en de tweede helft? De eerste helft zakken we te ver terug. Hun spelen de lange bal. En dan kan het gevaarlijk worden rond je eigen 16. Wij veroveren de bal en zoeken dan ook met de lange bal onze spitsen. Dan kom je gewoon niet aan voetballen toe. Het is gewoon dom gedoe allemaal. We hebben de tweede helft hebben we de boel omgezet in de rust. Voetballen, verder van de goal af, druk zetten, bal winnen. En ja, dan loopt het zoals het loopt. Ja, dan komen jullie vrij snel op 2-1. Daarna krijgen jullie een rode kaart. Dan verwacht de outsider dat jullie het moeilijk krijgen. Maar in plaats daarvan gaan jullie er gewoon hard overheen. Hoe kan dat? Dat is wel fijn hè, dat iedereen dan denkt dat je het moeilijk krijgt. De jongens waren zich van bewust. Ik had er in de rust ook op gehamerd. Er moet gewoon een tandje bij. En dan helpt het gewoon dat je met 10 man komt te staan. Want dan voelt iedereen dat er wel 2 tandjes bij moet. 2 tandjes erbij, lekker willen voetballen, druk zetten, mannetje, mannetje. En als mijn jongens het op de heup hebben, je hebt het gezien, dan hebben we alle kansen nog niet benut ook. Hè? 3 wedstrijden, 9 punten, 18 doelpunten. Zo rond februari moeten jullie kampioen zijn. Daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Ik ben wel blij met een goede start. Er zijn natuurlijk meer ploegen die gewoon hun overwinningen pakken. Volgende week hebben we Solse Boys uit en dat is gewoon weer een nieuwe wedstrijd. Vooraf denk ik een moeilijke wedstrijd. Dus ik hou mij absoluut niet bezig met het kampioenschap. Doelstelling is wel, we willen bij de eerste 3-4 eindigen zodat we na competitie halen. Maar om kampioen te worden, ja, daar is het nog veel te vroeg voor. Maar je hebt een paar weken geleden tegenover ons gezegd dat er een soort cultuuromslag moest komen bij Real. Die moest leiden tot een hogere klassering en het liefst na competitie. Lukt dat? Als ik kijk naar de beleving van de jongens, de trainingsopkomst en de manier hoe we met elkaar omgaan, dan denk ik, ja, er zit groei in. We hebben natuurlijk het eerste jaar uit slop, het tweede jaar plezier, het derde jaar is nu prijzen pakken. Nou, ik wil dit jaar gewoon een prijs pakken. Ja, maar die cultuuromslag, daar zie je wat van terug? Dat zie ik zeker terug. Er zijn ook jongens die vorig jaar in het tweede spelen. Met name Assad en Mo, die dan vandaag gewoon in de basis staan. Die jongens pakken het geweldig goed op. Doen ook heel goed mee. Dus ik bedoel, dat is ook een verrijking voor de club. Dat op deze manier kan en gebeurt.